Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag is het wel een hele speciale video, want ik ga iemand pranken. En meestal doe ik dat niet, maar ik denk dat jullie nog wel kunnen herinneren dat mijn broer mij 3 jaar of 2 jaar geleden heeft geprankt. Namelijk, hij had mijn nieuwe camera op de grond gegooid, maar het was weer een oude camera, dus het was eigenlijk allemaal nep. Er komt nu even een stukje van in beeld. Maar dan moet je toch gewoon daar gaan staan bij de auto? Dat is niet... Thijs, even serieus. Ja, is zie je hand. Dit is echt. Als hij stuk is, hè? En gelukkig, allemaal een prank. Ja, best wel irritant dus. En daarom wil ik hem nog een keer terugpakken. Want ik heb jullie natuurlijk al een keer geprankt midden in de nacht. Ja. Die heeft heel veel views gehad. En nu ga ik dus alleen mijn broer pranken. En in deze video speelt dit product de hoofdrol. Want wij gaan samen Thijs zijn hele kamer volleggen met ballonnen. Dus wij gaan zometeen naar de stad. En dan gaan we dus heel veel ballonnen kopen. En dan gaan we dus zijn hele kamer volleggen met die ballonnen. Ik denk dat het echt super grappig gaat worden. Ja. Dus we gaan het allemaal zien. Let's go. Wij nemen jullie dus nu mee naar de stad. Oké, Mike en ik zijn dus nu in de stad. En we hebben net alle ballonnen gekocht. En we gaan heel veel alle ballonnen op tafel leggen. Die we dus hebben gekocht. En jullie gaan zien hoeveel het is. Ja. Oké, dit waren dus bij elkaar 250 ballonnen ongeveer. Ja, ongeveer. Echt heel erg veel. Dus dat wordt leuk. Oh ja, en ik film trouwens met mijn telefoon, want we konden niet met de camera filmen, want Thijs had die camera mee. En ik kon natuurlijk niet tegen Thijs zeggen van ja, mag ik de camera lenen voor een video, want dan heeft het gelijk door. Dus daarom doe ik het maar met deze telefoon. Oké, we zijn inmiddels thuis. We hebben deze nog erbij gekocht, dus het zijn bij elkaar meer dan 300 ballonnen. En we gaan nu waarschijnlijk 2 uur lang ballonnen opblazen. Ja. Oké, jongens, tot nu toe is dit de stand. We hebben nog meer dan de helft te doen. Als ik even alles bij elkaar gooi. Dan is dit is het aantal wat we al hebben. Nou, ik vind het best wel netjes. Een uur nadat ik heb gefilmd is dit de toestand. Echt heel erg veel ballonnen. We moeten nog eigenlijk 2 pakjes. En deze ballonnen. En dan zijn we alweer klaar. En dit zijn er echt heel erg veel. Dus ik denk dat het wel is geslaagd. Oké, jongens. Dit is de toestand. We hebben dus nu alles. Nu graag iedereen heeft meegeroepen hier op het bed wat. Hier achter wat. Overal liggen ballonnen. Ik ga daar zo meteen achter het schot zitten. En dan ga ik zijn reactie filmen. Daar zit een GoPro. Dus hier kunnen we even alles filmen. Hoe hij binnen gaat komen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat zijn reactie gaat zijn. Ik hoop echt super grappig. Ja, alleen deze. Wat de fuck? Ik schrik met. Iedereen. Wat is dit? Man. Wat is dit dan? Kerel, waarom is dit gedaan? Dit is ook gewoon niet grappig. Die keer dat jij mij had geprankt. Ik schrok me echt. Weer. 400 ballonnen in je kamer. Ja, maar jij mag het wel op gaan ruimen hoor. Zeker niet. Zeker wel. Nee joh. Zeker wel. Ja, eindelijk heb je je karma hè. Waar heb je dit allemaal gehouden? Ja. Ik dacht de hele dag in mijn kamer. Je had alles kunnen ontdekken. Samen met Maaike gedaan. Ja, Maaike is ook vol. Samen met Maaike. Maar ik schrok echt van die lampen daar. Ik dacht ik heb wel. Ja, ik dacht wel, ik heb helemaal geen lampen aangehouden. En wat vind je ervan, jongen? Ja, dat je het op mag ruimen, dat vind ik ervan. Zo, jongens, deze reactie had ik niet verwacht. Thijs die schrok zo erg toen hij de deur open heeft. Ik ging helemaal stuk. Ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Thijs in ieder geval, heeft je ervan genoten, denk je? Nee. Thijs heeft er niet van genoten. Ik heb wat tegen hem gezegd dat hij het zelf mag gaan opruimen. Dat was de hele bedoeling eigenlijk. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden doen. Ik denk dat die duim omhoog voordat ik dat zei. Als je hem leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei! Waarom die duim?